Meneer Teen woont alleen, ziet die bloemen niet. Kijkt niet eens naar de mol, hoort geen vogellied. Hij kijkt zuur, hij is boos en trapt kwaad op een roos. Meneer Teen, dat's gemeen. Meneer Teen, om je heen vliegt een vlindersman. Staat een bloem, woont een mol, dus geniet ervan. Kijk eens goed om je heen, want je bent nooit alleen, meneer Deen. Nooit alleen. Dag, hebben jullie dat ook wel eens, als het regent, dat je dan verveelt? Jan en Mieke hebben daar geen last van, want tante Tingeling bedenkt allerlei spelletjes. Zullen we maar gauw gaan kijken? Kijk maar goed, hier is ze. Tante Tingeling. Tingeltje zus en. Tante Tingeling. Tingeltje zo. Tante Tingeling. Tingelt haar eigen. Tante Tingeling show. Beetje slordig, maar gezellig. Je komt nooit voor niks bij haar. Het is een lieve, dikke tante. En staat altijd voor je klaar. Kijk maar goed, hier is ze. Tante Tingeling. Tingeltje zus en. Morgen worden Jan en Mieke wakker. Tik, 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 horen ze tegen het raam. Water stroomt door de goot. Het regent. Ze gaan naar de kamer en kijken naar buiten. Wat vervelend, zucht Jan. Alleen maar regen. Waren we maar thuis, zegt Mieke, dan hadden we ons speelgoed. Ik wou dat ik mijn auto had, zegt Jan. En ik mijn pop, zegt Mieke. Wat zullen we nou gaan doen? Dan komt tante Tingeling binnen. Ze zegt niets. Ze loopt naar het naaikamertje. Jan en Mieke kijken ernaar. Tante Tingeling rommelt in de laadjes. Ze pakt een rode kluwe wol. Is er iets? Vraagt ze. Jan en Mieke kijken somber. Ik zie het al, roept ze. Jullie vervelen je. Zeker omdat het regent. Jan en Mieke knikken. Regen is helemaal niet vervelend. Ik voelde aan mijn grote teen dat het ging regenen. Ik heb alle kleedjes buiten gehangen. Die worden nu mooi schoon. Maar vooruit. Tijd voor draadverstoppertje. Draadverstoppertje? Wat is dat? Ik zal het wel even uitleggen. Het is heel gemakkelijk. Jullie blijven in de kamer. Je mag je niet bewegen. Is dat goed? Jan en Mieke knikken. Ik ga een spoor maken met de wol. Ze pakt de kluwe wol en loopt naar boven. Ze gaat de kluwe wol afwinden. Pak de draad maar, roept ze. Als ik kom maar roep, dan moet je komen. Je kunt me wel vinden. Volg de draad maar. Weg is ze. Alleen de draad is in hun handen. Ik hoor niets, zegt Mieke. Misschien houdt ze ons voor de mal. Maar dan horen ze een stem heel ver weg. Kom maar! Mieke pakt de draad goed vast. Langs de draad gaan ze naar boven. En Jan volgt. Ze gaan de trap op en... De tweede trap? Daar is ze niet. Waar zou ze toch zijn? Vraagt Jan. Kom, we gaan verder. Hè, het is nat op het balkon. Ze gaan naar binnen. De rode draad loopt verder. De zoldertrap op, het gangetje door. Het rommelkamertje? Nee, ook al niet. De slaapkamer van tante Tingeling. Ja. De draad gaat naar binnen.
Wat spannend. De draad loopt 4 keer om de poef. Om de stoel. Om een doos. En dan loopt de draad onder het bed. Ze bukken zich. Ze trekken hard aan de draad. Kom maar onder het bed vandaan. We hebben je gevonden. Mieke kruipt onder het bed. Ze wil tante Tingeling pakken. Hé, hey, gilt tante Tingeling. Ze komt onder het bed vandaan. Ze heeft wolken stof aan haar kleren. Ik moet hier maar eens stoffen, lacht ze. Maar nu jullie. Gaan jullie langs de badkamer? Dan kun je de handdoeken uitspoelen. Jan en Mieke vinden dat raar. Uitspoelen? Handdoeken? Dat is leuk, zegt tante Tingeling. Dan is het net een spelletje. Zo, hier is de draad. Je moet een goed plekje vinden, hoor. Ze spelen de hele middag. En dan krijgen ze brood en warme chocolade. Het regent nog. Ze kijken naar buiten. En ze zien een regenboog. Kom, we gaan naar buiten, zegt tante Tingeling. Buiten kunnen we de regenboog beter zien. Op het trapje voor de deur zitten ze en kijken naar de regenboog. De volgende morgen komen ze beneden. Aan de ketel hangt een briefje. Jan leest de grote letters voor. Er staat: kom, vlug naar de holle boom. De holle boom? Vraagt Mieke. Heb jij een holle boom gezien? Ja, ik weet waar die staat, zegt Jan. Waar dan? Vraagt Mieke. Kijk, hier moet het zijn, zegt Jan. Ze kijken naar boven. Hoog in de holle boom zit tante Tingeling. Ze zit op een dikke tak. Haar hoed hangt op een andere tak. Jan en Mieke kijken naar haar. Tante Tingeling kijkt naar beneden. Ze zwaait. Jullie moeten ook naar boven klimmen, roept ze. We kunnen niet zo hoog, zegt Jan. Ja hoor, heel gemakkelijk. Aan de andere kant is een gat. Daar kunnen jullie naar binnen. Hand in hand staan ze stil. Ze horen de wind. En dan horen ze tante Tingeling weer. Waar blijven jullie? Je moet de trap op. Ze lopen gauw naar de andere kant. Daar is het gat. En een trap. Het is een beetje donker binnen. Ze klimmen omhoog. Ze komen langs 2 eekhoorns. Ze komen langs 2 uilen. Helemaal boven zit tante Tingeling. Bovenin zien ze een nest. In het nest zitten jonge vogeltjes. Opeens krijgt tante Tingeling het druk. Ze maakt haar vinger nat en steekt hem in de wind. Net wat ik dacht, zegt ze. Genoeg wind om te vliegeren met mijn hoed. Ze pakt de hoed en een rol touw. Dan maakt ze het touw vast aan de hoed. En dan komt de wind. Zo jongens, nu gaat mijn hoed vliegen. Ze gooit de hoed in de lucht. De hoed valt. Maar daar is de wind weer. En de hoed vliegt omhoog in de lucht. Ze wint het touw af. De hoed vliegt en vliegt. Hij is bijna niet meer te zien. Dan houdt de wind op. De hoed gaat zakken. Hij zakt en komt op de schoorsteen. Op de schoorsteen van het 1000 deurenhuis. Oh, roepen Jan en Mieke, die mooie hoed. Maar tante Tingeling geeft er niet om. Ze zwaait met haar benen. Wat fijn hebben we het, hè? Zegt ze. Jan en Mieke knikken. Mieke zit dicht tegen tante Tingeling aan. Ze doet haar ogen dicht. Ja, het is heerlijk, zegt ze. Kijk maar goed, hier is ze.
zus en Tante Tingeling. Tingeltje zo. Tante Tingeling. Tingelt haar eigen Tante Tingeling. In de pauze tot 11:30 gaan we luisteren naar een eigen selectie muziek van onze regisseur. En daarna volgt het programma Aarde, Water, Lucht en Zon.